Dag, dames en heren. Ik ben heel sterk gevormd door de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. Want die duurde van mijn 7e tot mijn 13e jaar, dus mijn hele kindertijd. Ja. Ik heb wat dat betreft een heel vreemde kindertijd gehad. Als je rijker wordt, dan word je op de een of andere manier angstiger. Dan heb je meer te verdedigen. Want er zijn soms momenten, hè? De moord op Kennedy deed wat in de wereld, in Nederland ook. Ik weet het nog heel goed. Ik had net in MIT een paar jaar gewerkt, was net terug. Ik was helemaal dichtbij geweest in Massachusetts. Kennedy was een man uit Massachusetts. Mijn belangstelling voor politiek was door hem echt gewekt. Ik zat voor het eerst televisie daar en kon volgen wat hij deed. Ik weet nog heel goed dat hij Khrushchev had ontmoet en hoe hij daarover rapporteerde. Dat gaf een nieuw elan, vooral voor de jeugd. En ineens wordt hij vermoord. Het veranderde echt de samenleving. Toen ik op de lagere school kwam, op 6-jarige leeftijd, was juffrouw Reus. Weet u allemaal ook nog uw eerste juffrouw op school? Dat vergeet je niet, hè? Juffrouw Reus was een schat, maar ze deed iets vreselijks. Ze duwde een kroontjespen in mijn rechterknuisje. En u bent links. En ik ben links. Maar ik moest en zou rechts leren schrijven, dus dat was helemaal verkeerd. En ik hou nog altijd niet van de motoriek van het schrijven. Ja. En dus ik schreef geen dagboeken en ik schreef geen brieven. En schrijver, kom nou. Maar toch nu. En toch ben ik het geworden, omdat ik altijd... Ik heb zo geloofd in de kracht van het verhaal. En mensen zeggen tegen me, dat is heel naïef van je hoor. Dat je denkt dat we het met vertrouwen gaan oplossen. En dan vraag ik u toch, wat is nou naïver? Dat je denkt dat je het met vertrouwen doet of met wantrouwen? Met wantrouwen werkt er niks. Echt niks. In families niet, in scholen niet, nergens. In universiteiten niet. We moeten elkaar vertrouwen, dan kun je met elkaar samenwerken en dan voel je je goed. Het is echt heel ernstig. Er zijn Parijse akkoorden gesloten. Nou, die zijn een minimum van wat er nodig is. Om misschien die temperatuurstijging onder de 2 graden te houden. Dat ga je er niet mee redden. Je zult verder moeten gaan. Het is op een gemiddeld scenario gebouwd. En iedere jaar kun je zien dat het ernstiger is. Mm-hmm. En het is de toekomst van de jeugd. Want het is ernstig. Ze hebben het geweten. Dit is aan het gebeuren. Mm-hmm. Maar de waan van de dag, de dingen die nu aan de beurt zijn, de verkiezingen die morgen weer worden gehouden, die drukken het weg. We hebben geen lange termijn. We weigeren na te denken over iets wat over 50 jaar aan de orde is. Ja, u heeft hierover, over het klimaatprobleem, een boek geschreven, Kop uit het zand, waarin Bart en Arie, 2 Delftse ingenieurs, zich heel erg zorgen maken om het klimaatprobleem ook. En Arie besluit op een gegeven moment zichzelf in brand te steken, omdat hij zo wanhopig is hoe hij nou uiteindelijk dat klimaatprobleem echt kan adresseren. Kent de werkelijkheid ook een behoefte aan zo'n extreme daad om duidelijk te maken hoe ernstig het is? Nou, ik dacht aan Jan Palach, die dat heeft gedaan en daar enorm veel veranderingen mee tot stand heeft gebracht. Kunt u uitleggen wie Jan Palach is voor de... Jan Palach was iemand in Tsjechië die in de tijd van het communisme vond dat het anders moest. Die heeft zichzelf in brand gestoken. En er staat nou een standbeeld van hem daar. En heeft heel veel... Het is enorm bewonderd dat hij het heeft gedaan. Dus dat voorbeeld heb ik maar genomen. Ja. Maar waar het boekje vooral over gaat is dat die hoofdpersoon die wil wel. Maar ja... Kan hij een iets betere baan krijgen, of zijn kind is net ziek, of er komt iets in de weg en dan komt het er weer niet van. Want zo gaat het, zo is het altijd gegaan. Er komt iets in de weg. En dan kan ik wel de politiek de schuld geven, dat doe ik ook wel. Maar ik besef toch ook terdege dat de politiek het niet kan als de mensen niet meekomen. Een voorbeeld wat ik heel illustratief vind. Op 7 december 1941, ik weet het nog, werd Pearl Harbor aangevallen door Japan. U weet het uit de geschiedenisboekjes. En een vreselijke vernietiging van die vloot. De volgende dag zei president Roosevelt tegen de Amerikanen, mensen, wij gaan over naar een oorlogsindustrie. Wij gaan geen broodroosters meer maken, maar tanks. En de bevolking zei, maar natuurlijk meneer de president, die hadden dat allemaal gezien. Die waren daarvan overtuigd. Als nu een president, en Trump is de laatste die het zou zeggen, een president zou zeggen, Obama deed het wel in zekere zin, jongens, we moeten naar duurzame energie. Dan zegt de bevolking, hoezo? Dat is toch prima? Wat is er aan de hand? Maar meneer Baudet, die zal het niet halen, in zo'n geval.
daar bent u blij mee, begrijp ik. Dan moet ik zeggen, iemand die zijn eerste kamerspeech in slecht Latijn gaat houden. Slecht Latijn ook. Dan, om zijn eruditie te bewijzen, dan zeg ik nou, laat die thuis blijven en proberen iets beter piano te leren spelen. Een poosje geleden zat ik met een paar jaar geleden werd ik geïnterviewd, ook voor studenten, Joris Luijendijk. En aan het eind van het interview zei Joris Luijendijk, en zeg nou eens iets heel revolutionairs. En ik zei tegen de jeugd, jongens, ga morgen allemaal in staking. Wat je ook doet. Doe geen tentamens, ga niet naar je werk, ga allemaal in staking en zeg, wij gaan in staking tot jullie dus een beetje redelijk in de goede richting politieke maatregelen gaan nemen. Dat is revolutionair genoeg, zei Luijendijk. Ik vind als GroenLinks niet mee zou doen, en bijvoorbeeld alleen met de ChristenUnie heb je geloof ik 76 zetels. En dan vind ik het linkse, sociale, groene beleid te zwak in zo'n kabinet. Vind ik dat we niet moeten doen. Dat is mijn privé mening, daar gaat die fractie over. Maar ik zeg maar wat ik vind. U heeft natuurlijk wel. De zaal is het ermee eens. Ja. Dat is leuk. Zet hem op. Zo. Groener en socialer. Yeah.